Strijders, welkom bij een nieuwe video. Of, zoals ze in het Frans zo treffend zeggen, bienvenue. Bienvenue jongens, welkom. Ik speel tegen een Franse profvoetballer in deze video. Nou, niet Frans, hij is Ivoriaans, maar volgens mij woont hij al heel lang in Frankrijk. Het is een Ivoriaan. Het is een landgenoot van DJ Drogba, dus onder andere. Misschien zelfs nog wel eventjes met hem bij het nationale elftal gespeeld. Uit Ivoorkust dus. Zijn naam is Touré. Andere Touré. Nee, nog een andere Touré. Thomas Touré. Nooit gezien. Speler van Bordeaux geweest. Nu bij een wat kleinere club. Gisteren tijdens de zondagavondstream kwam ik tegen hem. Hij heeft nog geen pro-kaart, maar volgens mij, dat heb ik ook van veel Nederlandse voetballers begrepen, zijn die kaarten dit jaar nog niet aan iedereen uitgedeeld. Serginho Dest heeft er wel eentje volgens mij. Maar die 99 rated kaarten, die zijn nog niet allemaal aan de spelers gegeven. Maar we spelen dus tegen een profvoetballer met een monsterploeg. En ik neem jullie mee door die wedstrijd. Het was geen makkelijke wedstrijd, want hij kon echt nog aardig spelen ook. Een duimpje omhoog zou fantastisch zijn. Abonneer je nog eventjes. We gaan richting 250.000. Gisteren zijn we door de 247.000 gegaan. Dankjewel daarvoor. Sowieso thanks voor alle aanwezigen, alle kijkers, alle liefde tijdens de stream. Want het was echt weer 3 dagen achter elkaar. Echt top streams. Voordat we beginnen, check zeker ook eventjes mijn partner G2A. Als je een nieuwe controller nodig hebt of een nieuwe game wilt kopen. Het linkje naar hun site staat in de beschrijving. Laat ik hiermee beginnen. Dit was mijn team afgelopen weekend. Echt een top team. Ik kreeg vaak de vraag, waarom speel je met Bruno Fernandes als CDM? Maar hij heeft me echt positief verrast. Met een shadow erop worden zijn snelheid en zijn verdedigende skills geboost. Hij heeft het heel goed gedaan. Ik heb hem eerder in mijn team gehad, maar dat was toen een andere kaart. Een informpje terug, denk ik. Of misschien wel zijn normale. Die was echt te slap. Dan ergerde ik me aan hem in de duels. Maar deze kaart, echt, hij heeft het goed gedaan. Verder Renato Sanchez weer terug in de ploeg. Puur om de Ligue 1 jongens te linken aan de Portugezen aan de rechterkant. Cuadrado nieuw in het team. Walker voor het eerst niet gebruikt afgelopen weekend. En Cuadrado heeft me ook wel verbaasd. Eerst een paar potten had ik nog het gevoel van het is net niks. Maar eigenlijk ook daar weinig moeite gehad. Ik heb me niet echt aan hem geërgerd. Misschien toch wat geluk gehad met de matchmaking overall. Want heel eerlijk, ik had er eigenlijk zelfs 29 of 30 moeten winnen. Maar het is uiteindelijk dus 28-2 geworden, Elite 1. Dembele en Atal en Promes, alle drie vaak erin gegooid als super subs. Deze twee, Figo en Khedira, zien jullie morgen terug in de video. Ik heb nog niet gespeeld. Ik ga vandaag 5 potten met ze spelen. En dan weten jullie morgenavond of je deze SBC's wel of niet zou moeten gaan doen. Dit is ons team. We gaan naar die pot tegen de profvoetballer uit Ivoorkust. En dit is hem trouwens. Hij is precies een jaar jonger dan ik. Is geboren in Frankrijk, maar hij komt dus uit voor Ivoorkust. Heeft wel voor Franse jeugdelftallen gespeeld. Heeft trouwens maar één interland op zijn naam, namens Ivoorkust. Dus het is ook weer geen grote speler of zo. Ik weet ook niet wat het is. Hij heeft een contract bij dat Angers. Maar hij heeft daar heel weinig wedstrijden gespeeld. Het lijkt wel alsof hij al heel lang geblesseerd is of zo. Ik weet het niet. Ik kende hem ook niet. Hij heeft echt in de afgelopen 3 jaar 3 wedstrijden gespeeld. Nog steeds 75 pace. Dus waarschijnlijk was die gast echt heel snel toen hij nog wel veel speelde. Doet er niet toe. We gaan naar die pot. Oké. 19-1. Dat is hoe ik er toen voor stond. Toen ik hem tegenkwam op de zondagavond. En ja, mijn team is bekend. Ronaldo op dat moment al 31 goals gescoord. En dit is dus zijn team. FC Treasy. En eigenlijk realiseerde ik me al vrij snel in de pot van ja, dit moet een artiest of een profvoetballer zijn. Want je ziet dat hij met normale Ramos speelt. Met Oblak. Normale Semedo bijvoorbeeld. Normale Kanté. En dat zijn niet spelers van enorme waarde. En wat je heel vaak ziet, die profvoetballers en artiesten, die krijgen dus 3 icons naar keuze. En 2 gouden spelers naar keuze. En hij heeft overduidelijk gekozen voor dus Pelé, R9, Gullit, Cristiano Ronaldo en Mbappé. Dat moet wel. En ja, anders had hij nog een betere ploeg gehad. Als hij echt een topspeler was geweest, een pro, dan had hij nog een veel beter team gehad. Wij hebben aftrap. Ik ging er wel echt even goed voor zitten. Want toch, als je tegen zo'n team komt, dan weet je, ja, ik moet me gaan concentreren. Hier wordt hij gelijk voor de eerste keer gevaarlijk. Maar Marcel Desailly, heerlijke ingreep. Die man heeft het zo goed gedaan voor mij afgelopen weekend. Hij heeft me echt verbaasd. Maar als je zijn stats ziet, is dat niet normaal. Echt op alle vlakken beter dan Varaan. En hier worden wij voor de eerste keer enigszins gevaarlijk. Ronaldo, rustig terug naar mijn CDM. En dit is wat je wil. Ik wil in principe over de flank beginnen. En dan, zodra een van mijn spitsen vrijkomt, dus Ronaldo of Neymar op 10, die man in de as aanspelen. En dan via 1 skill move echt gevaarlijk worden in de 16. Het liep hier niet goed, maar dat is wat je wel wil qua strategie. Hier is hij weer met Ronaldo en Gullit. En hier komt die R9 vervelend vrij. Dit is goed doorgespeeld. En Mbappé naar zijn linker, maar staat Desailly hier weer. Die op een of andere manier op 1 delaypot na bijna geen fout heeft gemaakt dit hele weekend.
Dit balletje is goed trouwens, eroverheen van Mbappé naar Ronaldo. En hier, ja, oh man, hier reageerde ik ook van, wat doet u? Voor mijn gevoel moest het kunnen, die stift. Maar ik had hem achteraf gezien beter nog even mee kunnen nemen en gewoon hard binnen kunnen schieten. Arnijn weer, dan weet je dat het gevaarlijk wordt. Arnijn en Gullit, dat zijn toch de mannen die je uiteindelijk het allerliefst een keertje wil hebben in deze game. Hier krijgen wij ruimte. Ah, met een gelukje bij Neymar. Rashford buitenom. Dit was op zich goed. Oh man. Zonde. Dit is goed gespeeld. Arnijn speelt Mbappé vrij. Volgens mij wordt dit de 1-0. Oh nee. Weer Desailly. Ja, dit wordt hem wel, toch? Ja, goed gewacht door hem. Goed gewacht, goed teruggelegd. 1-0 achter. Nu spelen we Rashford goed vrij, maar toch die normale Ramos die daar goed tussen zit. Ik had hier misschien nog wat rustiger moeten blijven. Donatietje van Mats. Jullie doneren zoveel, dat is echt gestoord. Sowieso, ik weet niet hoeveel mensen die nu deze video kijken wel eens bij de livestream zijn. Ik weet niet wat die percentages ongeveer zijn. Ik ga even één reactie hieronder zetten met ik ben er minimaal 1 keer per maand bij. En eentje met ik ben echt nooit bij de livestreams. Ik ben gewoon benieuwd hoeveel van de mensen die naar de video's kijken dus wel eens bij de streams zijn. Like de reactie dus eventjes van welke bij jou op jou van toepassing is. Hier houdt hij trouwens echt 10 minuten balbezit. Hij denkt hiervan, oké, lekker. We spelen tegen een goed team, 1-0 voor. Gewoon balbezit houden. Dat doet hij op zich goed. Geef hem eens ongelijk. Wij pressen ook nog niet echt. Ik weet gewoon hier dat ik geduldig moet blijven. Ik zat er sowieso goed in. 19-1. Ik had echt goed gevoeld het hele weekend al. Ik wist dat dit weekend die Elite 1 goed moest zou gaan komen. Zou moeten gaan komen. Allebei de nederlagen waren nog dom. Gewoon slecht. Niet tegen de twee beste tegenstanders van dit weekend. Dat is zo stom. Dat is het allermoeilijkste. Kijk, je kan best wel goed FIFA kunnen spelen. Maar het gaat om die consistentie. En dat is zo knap aan die top 200 monsters. Dit is een goede actie. Niet ideaal uitgekomen voor het schot. Maar dat is het knappe. Mensen die zo consistent zijn. En elk weekend maar weer 29 of 30 halen. Dit is onze laatste kans voor de rust. Ja, ik zag hem vrijkomen. Misschien had ik hem niet met R1 moeten geven. Gewoon hoog. Dat hij dan over die verdediger heen was gevlogen. Dan is het rust. Zijn dit de statistieken. 63% balbezit voor hem. Maar eigenlijk buiten die goal geen kans weggegeven. En dus heb ik op dit moment wel gewoon het gevoel dat het gewoon nog goed moet komen. Ik ben echt benieuwd wat jullie van dit soort video's vinden. Normaal zit ik hier dus, kijk, ik haal mijn camera even weg. Hier zit ik eigenlijk gewoon zwaar gefocust tijdens de stream. Maar dit geeft toch gewoon een extra spanning. Op het moment dat we hier speelden wist ik nog niet wie het was. Omdat hij dus ook geen pro-kaart had. Maar ik wist wel dat dit iemand moest zijn. En toen op een gegeven moment zei Lars van der Voort volgens mij in de chat van Koen, dit is Thomas Touré. Hij heeft vorig jaar ook goede scores gehaald. Volgens mij had hij wel eens tegen hem gespeeld. Of hij had hem in elk geval wel eens voorbij zien komen. Maar het is wel gewoon nice. Ik vind het op zich ook wel goed dat EA bepaalde grote namen. En eigenlijk kijken we op naar alle voetballers natuurlijk. Grote namen en artiesten. Hoppa, dit was een goede goal. Gewoon lekker, niet te moeilijk doen. Ronaldo wegsteken, korte hoek lag open, gewoon schieten. Maar dat ze zoveel grote namen gewoon dit soort teams geven. Dat ze die kaart aan ze geven. Ik vind het eigenlijk wel goed. Het is alleen maar goed als bepaalde marketingmachines, want dat zijn veel van dat soort personen toch. Als ze die game spelen, daar wordt de game alleen maar populairder van. En daar is het wel goed voor. Die gasten zijn volgens mij wel uitgesloten van competitive FIFA. Dus deze gast mag met dit team zich niet kwalificeren voor het toernooi. Ja, hij mag niet verified worden. Oh, hier choked ik hem bijna met afmaken. Ik miste zaterdagavond een hele zieke kans. Een hele zieke kans. Ik trapte de bal blind weg met Alisson. En toen vloog hij over zijn verdediger heen. Kon ik gewoon doorlopen en toen schoot ik op de keeper. Dat was bij mijn eerste nederlaag. Dat was de wedstrijd dat ik op 1 loskwam. Op 14-1 of zo. Ik choked hem weer bijna, maar toch gelukkig gewoon hoekje kiezen. En we staan nu 2-1 voor. Maar we zijn nog steeds niet van hem af. We speelden wel gewoon echt dikke prima. Hier dacht ik van oké, nu ga ik niet voor de simpele route. Maar ga ik juist nog even met een skill move naar het linkerbeen van Ronaldo. Het team zat ook wel goed in elkaar. Met twee best wel voetballende CDM's. Renato Sanchez en Bruno. Maar Renato is gewoon überhaupt heel compleet. Dit is echt een goede goal. Oh ja, 3-1 werd het. Ik dacht dat het eerst 2-2 werd. Daarmee verklap ik wel al hoe deze wedstrijd gaat eindigen. Gullit naar Arnijn. Terug op Gullit. Die Gullit krijg je echt niet van de bal. Je moet eigenlijk niet eens in de duels komen tegen dat soort spelers. Ja, dit was. Ik zie het weer volgens mij. Gisteren zei ik het ook in de stream. Volgens mij was het niet eens een paas van Pelé op Gullit. Hij nam hem aan, hij nam hem eigenlijk mee en toen kwam die bal bij Gullit. Ik had echt het gevoel dat ik niks verkeerd deed. Dat ik elke keer de passes en de acties goed probeerde te blokkeren. Maar 3-2 met nog 17 minuten te gaan. Het was echt spannend. Ik speel nog steeds 4-2-3-1, dus Neymar achter Cristiano Ronaldo. Heel af en toe ben ik geswitcht naar 4-4-2. Bijna alle pro's spelen 4-4-2 volgens mij, maar op een of andere manier ligt mij dat nog iets minder goed. Ik weet niet wat het is. Maar voor nu bezorgt dit me dus 28-2. We verloren er nog eentje op de zondagavond. Ja,
Toen speelde ik niet goed. Hier goed ingestapt door Joe Gomez. Ik speelde niet goed bij die tweede nederlaag. Ik weet niet wat het was. Ik kwam zelfs nog voor. Die gast had niet eens zo'n goed team. Ja, als ik 12 potten speel, heb ik er bijna altijd wel 1 of 2 potten tussen zitten dat ik echt slecht speel. Ook al is mijn basisniveau nu wel weer gewoon redelijk goed voor mijn gevoel. Er zijn niet veel potten dat ik door de ondergrens zak, zeg maar. Er zijn niet veel potten dat ik me echt zwaar moet focussen om die potten over de streep te trekken. Ik denk dat we maar 2 of 3 potjes verlenging hebben gehad dit weekend. Dus het gaat steeds weer iets beter. Het gaat steeds iets beter. Maar ik wil nu gewoon een reeks neerzetten van echt consistent Elite 1. En dan een paar keer als uitschieter juist top 200. En nu is die Elite 1 nog een beetje mijn uitschieter. We hebben nu dus voor de tweede keer 28 winst gehaald. En ik vind eigenlijk dat de uitschieter gewoon, het moet 1 keer per maand, 1 keer in de 5 weken, sowieso gewoon een keertje gebeuren dat ik 29 of 30 haal. Misschien nog wel iets vaker. Ja, ik weet niet. Ik moet eigenlijk gewoon veel van mezelf eisen. Ik ben niet iemand die dan, ja, ik ben niet iemand die daar heel laconiek in staat. Want zo ben ik gewoon niet als persoon. Ik vind het heel mooi hoe bepaalde YouTubers gewoon, ja, daarover kunnen praten. Van ja, joh, fuck dat, kutspel, dit, dat. Maar ik vind het gewoon altijd echt kloten als ik mijn weekend heb vernaaid. Dan baal ik gewoon. Daar ben ik te veel een, ja, fanatieke winnaar voor, zeg maar. Ik kan niet goed tegen mijn verlies. En dit heb ik dan als doel, dat ik gewoon die weekendleaks goed wil doen. En leuke streams wil hebben. En ik heb pas leuke streams. Dit was een grote kans nog. Quadrado, die redt ons hier nog even. Dat was dit moment, ja. Hij had nog een wedstrijd. Dat hij echt laat in de wedstrijd nog een save maakte. Of was het niet Quadrado die dit deed? Ik meen van wel. Dit was, ja, hier zie je dat die gameplay niet optimaal is. Hoe die paas daarachter komt. Maar het doet er niet toe. We winnen van deze man. Thomas Touré dus. Leuk om tegen hem te spelen. Leuk om tegen zo'n goed team te spelen. Je gaat er dan toch even voor zitten. Je gaat toch even op het puntje van je stoel zitten. Jullie bedankt voor het kijken. Morgen dus een video met Figo, 90 rated mid icon Figo en Khedira flashback. Die 2 SBC's gaan we dan behandelen. Dit werd 28-2. Stream is gewoon terug te zien op mijn kanaal uiteraard. En ik hoop jullie allemaal komend weekend te zien. Thanks voor het kijken. Tot morgen. Ciao, ciao.